Nog een vraag over. We kennen uit het systemisch werk heel veel wetmatigheden, of tenminste, zoals Bert Hellinger zegt, van het is geen wet, maar zo gaat het altijd, of zo lijkt het altijd te gaan. Kun je met die wetmatigheden nou een goede maatschappij ontwerpen, of zijn het richtlijnen of grenzen? Hoe moeten we de lessen uit systemisch werk zien voor maatschappelijke oplossingen? Nou, mijn denken is sowieso niet meer zo van het ontwerp. Okay. Hè? Dus volgens mij is het een oude gewoonte om veel gewicht in de schaal te leggen bij ontwerp. Ja. Dus terwijl mijn idee is van ja, als we ons meer met de natuur gaan verbinden, als we ons meer met de aarde gaan verbinden, als we ons meer met de vrouwelijke aspecten van de wereld gaan verbinden. Dan zullen we veel meer mogen gaan denken in termen van ontvouwing. En ontvouwing komt tevoorschijn op het moment dat je senang bent. Dat je je plek inneemt. Dat je voelt dat je je ingebed voelt. Dat je gesteund en gevoed voelt. Dan komt er iets. Dan gaat het leven zijn vorm aannemen. En dat is zoals de natuur werkt. En ik denk dat het een genade is voor de mensheid om meer naar die kant te mogen gaan. Een ontvouwing is vooral persoonlijke ontvouwing, of ontvouwt zich dan ook hetgene wat je wil neerzetten? Nou ja, kijk maar hoe dat in de natuur gaat. Een tuin ontvouwt zich omdat ieder element wat in de tuin geworteld is, ontvouwt. Hè, het leven ontvouwt. Ja. Dat is de aard van het leven. En je wordt wat je bent. Je kunt niets anders worden dan dat je bent. Terwijl we hebben een geestelijke ruimte die eindeloos kan fantaseren en dingen aan de werkelijkheid kan opleggen. Hmm. Maar dat botst ook wel met de werkelijkheid. En daar zijn we steeds maar weer zijn we daarmee aan het vechten en aan het stoeien van waarom luistert de realiteit nou niet naar wat wij willen? Wij zijn toch vrij om te creëren wat we willen? Ja, ja, terwijl ik denk dat daar meer balans in mag komen. Kom je dan ook terug op, je zei net het vrouwelijke, balans mannelijke, vrouwelijke, en dat er is het mannelijke energie of mannelijke manifestatie overhand heeft? Wat is die balans en wat zie je? Ja, het is het mannelijk en vrouwelijk in onszelf, hè, allebei. Het is een andere oriëntatie. Dus de oriëntatie van de schepper of de oriëntatie van het schepsel. Mm-hmm. We zitten nou eenmaal gevangen in die dualiteit. Dat we één kant van het verhaal kunnen kiezen. Mm-hmm. En we hebben voorkeur of voor de een of de ander. Of we zijn geaard naar de een of de andere kant. Ja. En of we identificeren ons met de een of met de andere kant. En op het moment dat we ons identificeren met de schepper, dan wordt het feit dat we ook schepsel zijn, wordt dan ineens een schaduwkant. Hè? Dus dat is wat er gebeurt. En andersom ook. Dus het masculine is vooral het scheppen en het creëren? Kan ik hem zo samenvatten? Ja. Okay. Ja. Wat is het feminine dan, het vrouwelijke? Het ontvankelijke. Het wachtende, het ruimte verschaffende en het laten gebeuren wat er moet gebeuren. Dus ook de dood, ook het weer afsterven van dingen die tot leven zijn geweest. Ja, en die twee samenbrengen is een betere balans dan. En die, ja, sowieso is het de opdracht van mensen dat mannen en vrouwen met elkaar samenwerken. Ja. Dat is, ja.